Het is dinsdagochtend 18 juni, de dag dat het in Nederland 33 graden wordt. Ik sta vlakbij Schiphol, pak zometeen het vliegtuig naar Londen met Huawei. Achter de camera, daar zie ik 22 konijntjes lopen. Gisteren waren er dat nog 6. Nou, dat gezegde is er natuurlijk niet voor niks. Ik ben nog een beetje schor. Dat komt door iets wat Pinkpop heet. Goed, ik ga niet afdwalen verder. Huawei presenteert vandaag in Londen een nieuwe smartphone, een super smartphone. Daar is al over geteased, daar is al van alles over uitgelekt. De P6, een iPhone killer. Nou ja, ik heb wat vergelijkingsmateriaal bij me. Geen iPhone, maar wel, ja, toch wel een van de populairste smartphones van dit moment. De Samsung Galaxy S4. Natuurlijk ook iets van Huawei zelf. De Ascend W1, hè, om een beetje te vergelijken. En ja, wat mij betreft de mega coole LG Optimus G Pro. Waarom zeg ik mega cool? Het is een phablet. Hij is 5,5 of 5, nog wat inch. En hij heeft een 1992 mega antenne. Dit hoort toch bij zo'n toestel? Maar goed, we gaan naar Londen. Gistermiddag 18 juni, of 6.18, zoals je dat in de Engelse en Amerikaanse datumstandaard schrijft, heeft Huawei de Ascend P6 gelanceerd hier in Londen. Nu even over het toestel, de Huawei Ascend P6. Nou, 6.18, zesde maand, 18e dag, 18 juni, niet voor niks gekozen door Huawei, want de Ascend P6 is 6.18 mm dun. Daarmee de dunste smartphone, touchscreen smartphone ter wereld op dit moment. Een titel die binnenkort ongetwijfeld door een andere fabrikant wordt overgenomen. Maar behalve dun is het ook best wel een aardig ontworpen toestel. Hoewel die nogal wat weggeeft van de iPhone 4, iPhone 5. Ook met die antenne die onderbroken wordt in die aluminium behuizing. Ze hebben wel toch ook een eigen draai gegeven aan het design. Hè, met die ronde onderkant. Een multifunctionele afsluiting van de aansluiting voor de koptelefoon en gelijk een pinnetje om je SD-kaart of microsim te kunnen plaatsen en te kunnen loshalen. Nou, dat is handig, maar ik denk dat je dit snel gaat verliezen. Goed. De dunte of het gebrek aan dikte en het design is zeker niet het enige wat voor de Ascend P6 spreekt. Ze hebben ook hun compleet nieuwe user interface eraan gehangen. De Emotion UI, die zagen we al vorig jaar. En ze hebben hem weer wat verfijnd met toch wel wat leuke thema's en dergelijke. En zo proberen ze toch nog een beetje fun te brengen in een, ja, over een algemeen strak en beetje, nou, ik noem het niet fantasieloos, maar het is gewoon, ja, een normale Android smartphone. Dus ja, wat wil je daar? Fabrikanten moeten daar een eigen UI over gooien om iets aan eigen identiteit te kunnen geven aan zo'n toestel. Take, ik zou het echt niet meer weten. Een andere wat veel besproken werd, is de camera. Het is een 8 megapixel camera. Maar ze hebben een soort smart auto scene waarbij die heel goed, nog beter zelfs foto's maakt dan de Galaxy S4 of de HTC One, zeggen ze. En zeker de iPhone in donkere omstandigheden. De kleuren zijn echter. En ja, er is dus veel aandacht besteed aan het design van de camera software, de ontwerp van de camera software. Nou, er komt nou een ambulance langs, jongens, flikker toch eens op hier in dit Engelse plattelandsdorpje. Nou, een toestel met een aluminium behuizing is natuurlijk behoorlijk kwetsbaar. Je ziet iPhones waarbij een hoop krassen zijn. Nou, Huawei levert in de doos, tenminste de doos die wij kregen, een hoesje erbij. Een soort siliconenachtig hoesje. Dit is dan de grijze, donkergrijze variant. Maar deze is in heel wat zuurstokkleurtjes te krijgen. En die past mooi eromheen, zodat je het toestel zonder problemen ook even kunt laten vallen. Nou, leuk. Zelf wordt het toestel geleverd in zwart, wit en heel licht roze. Het is wel een frisser, zo blijf waaien. Nou, iets waar veel nieuwe fabrikanten natuurlijk op ogen is, hoe krijgen wij marktaandeel afgesnoept van Samsung en Apple? Nou, dat zijn toch de twee merken die ongeveer 70% van de smartphone-markt, misschien nog wel meer, in handen hebben. Nou, Huawei doet dat net zoals Acer, net zoals
zelfs Nokia op dit moment, proberen ze dat op prijs te doen. De Ascend P6, als die in Nederland komt over een eind juli geloof ik, ja eind juli is het, dus over een week of 6, 7, dan gaat die €449 kosten in adviesprijs. Nou, voor zo'n toestel, 4,7 inch scherm, al die specs, is dat niet al te veel geld. Dat betekent dat die waarschijnlijk al voor heel snel onder de €400 in de winkel ligt. Nou, dat zou een mogelijke een argument kunnen zijn om toch maar voor een Huawei te gaan.